De kersverse SBB-directeur Facilitaire Diensten, Germaine Pinas, maakt zich sterk voor verbetering en uitbreiding van faciliteiten om de intrinsieke motivatie van het personeel te stimuleren. Ook is hij voorstander van decentralisatie van de organisatie om zodoende de SBB dichter bij de houtondernemers te brengen. Vanuit Facilitaire Diensten denk ik dat wij als taak hebben om zeker het personeel goed te faciliteren. En dat is mijn eerste focus. Omdat je binnen het bedrijf gemotiveerde mensen moet hebben. Gemotiveerde personeel. Mensen die met plezier aan het werk komen. Mensen die voor elkaar moeten kunnen staan. Elkaar kunnen ondersteunen. En ik denk wanneer dat goed is, moet je sowieso intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar ook extrinsiek. Dan meen ik daarmee te zeggen dat we de posten goed moeten faciliteren. De posten moeten voorzien zijn van computer, voorzien zijn goede ruimtes voor de mensen, personeelsleden. Op zo'n post heb je de interieurverzorgsters, je hebt de boswachters, maar ook heb je mensen die de administratie draaien. Die moeten ook goed gefaciliteerd zijn om zo gemotiveerd de klanten te ontvangen. En dan denk ik dat we inderdaad dat een bijdrage kan leveren aan de groei van deze organisatie als je gemotiveerde mensen hebt. Ja, daarvoor maak ik me op de eerste plaats sterk. Absoluut is decentralisatie naar mijn mening van eminent belang wanneer we willen praten over groei van deze organisatie, van het bedrijf. Denk ik dat decentralisatie op de eerste plaats. Waarom? Dit bedrijf is in Paramaribo gevestigd, hoofdkantoor althans, in Paramaribo gevestigd. Terwijl al onze klanten in het verre district te zijn. Er is dus een grote afstand vanuit de locatie waar ze opereren, waar ze hun operatie plegen, is er een grote afstand om Paramaribo te bereiken. En ik zeg, wanneer je die afstand probeert te verkleinen, wanneer je ervoor zorgt dat die man die ergens op Lange Tabiki opereert, het hem 2 dagen kost om Paramaribo te bereiken. Wanneer je dat probeert weg te nemen, die afstand korter maken, stimuleer je die klant om 1. Niet alleen om zo langer te kunnen werken, dan bedoel ik in plaats van 2 dagen gewoon 1 dag. Want vanuit Lange Tabiki bijvoorbeeld, hoeft hij dan niet meer 2 dagen af te reizen. Of aantal uren meer te maken, maar gewoon 2-3 uurtjes bereikt hij Mungo al. Dan maak Mungo tot een soort centrum waar je alles kan doen. Maak Mungo, zorg ervoor dat Mungo goed gefaciliteerd is. Dat je van daaruit kan invoeren. Van daaruit alle informaties kan opnemen van de klant. En dan denk ik dat je zo'n klant dan zo stimuleert de brug, de afstand van bedrijf uit naar SBB kleiner wordt. En dat is de bedoeling van mij wanneer ik het heb over decentralisatie. Daarmee moeten we de klant inderdaad kunnen stimuleren. Die mannen die al bezig zijn. Maar ook wanneer iemand zou denken aan stappen in die branche. En alleen denken aan Paramaribo vanuit Nikeri naar Paramaribo afreizen, werkt dat demotiverend. En vertrekken vanuit Nikeri naar een post daar in de buurt, misschien 1/2 uur, 1/4 voor informatie, het inwinnen van informatie, denk ik dat je daarmee de mensen tegemoet komt.